Wie weet zeker dat hij op het moment van een gevecht, als het zeg maar een dreiging is van hij of ik, weet je dan zeker of je terug kunt schieten en iemand kunt doden. Martine Hulsman is humanistisch geestelijk verzorger bij Defensie. Ik ervaar militairen als een groep met heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. Soms te groot, dat je ziet dat ze voor iedereen klaarstaan, maar zichzelf daarbij voorbij horen. Jan was een rokje al leuk. Ik wil ook dat je altijd blijft handelen uit, is dit oké, is dit niet oké? Past dit bij wat ik vind dat ik als militair moet doen? Eén van de jongens, maandag in Humandoc.